We hebben van de week gekeken naar hoe je een getal kan ontbinden in priemfactoren. Je begint altijd met het kleinste priemgetal en dan sla je de 1 over, want delen door 1, dat blijft hetzelfde. Dus je begint met delen door 2. 420 kun je delen door 2. Het antwoord daarop is 210. 210 kun je nog een keer delen door 2. Het antwoord is 105. 105 kun je delen door 3. Dat is namelijk 5. En 30. 35 kun je daarna niet meer delen door 3. Dus ga je het volgende getal kun je delen door 5. Is 7. En 7 kun je delen door 7. En dat is 1. Weet je nog? Je antwoord komt altijd uit op 1. En als je dit keer elkaar doet, 7 keer 5 is 35. Keer 3 is 105. Keer 2 is 210. Keer 2 is 420. Zo kun je hem checken. Dit zijn de getallen waardoor je hebt gedeeld. En dit kun je kort opschrijven door te zeggen, nou, ik heb 2 keer 2 gedaan. Oftewel 2 tot de tweede macht. Daarna heb ik het keer 3 gedaan. Ik heb het keer 5 gedaan en keer 7 gedaan. En zo heb je het antwoord verkort opgeschreven. De sommen die je vaker tegenkomt, 2 keer 2, kun je opschrijven als 2 tot de tweede macht. Dit is een stukje uitleg over opgave 2. Bij opgave, wat is het? Opgave 4 moet je de grootste gemeenschappelijke deler uitrekenen van een aantal getallen. Nou, wat wil dat zeggen? Ik heb hier 3 getallen en je gaat kijken wat is het grootste getal waardoor ik al deze getallen kan delen. Nou, een manier is om die op te schrijven. Dit zijn even getallen, je kan ze dus allemaal delen door 2. Ze zitten in de tafel van 2, als je de tafel van 2 door zou rekenen. Je kan ze ook allemaal delen door 4. En je kunt ze ook allemaal delen door 8. Is er dan nog een groter getal? Kunnen ze delen door 12? Nee, niet allemaal. Delen door 16? Ook niet allemaal. Delen door 20? Ook niet allemaal. Nee, 8 is het grootste getal waar je ze allemaal gemeenschappelijk door kunt delen. Dus 8 is dan het grootste gemeenschappelijke deler.